We zagen vorig jaar plots de naam van Kevin van der Voort, de zoon van, opduiken op de Development Tour. Uh, ben je al lang bezig met uh, serieus darten? Um, nou, ik denk zo'n zo drie jaartjes eigenlijk dat ik gewoon wel de pijl heb opgepakt. Zeg maar. Ik heb vroeger altijd gedaan. Uh, maar nu de laatste drie jaar ben ik toch met de winkel bezig en wou ik het toch wel echt serieus gaan doen. Um, zeker een uh, goede vriend van me, die, uh, daar ben ik gewoon veel mee bezig geweest. Die heeft me ook gewoon beter gemaakt. En ik heb daardoor echt gewoon weer leuker gevonden darten dan vroeger. En hoe ging het bij die toernooi? Ja, oh, redelijk. Uh, ik moet zeggen, dat het, het kon beter, maar je kan ook niet heel veel verwachten van de eerste keer natuurlijk. Dus uh, ik denk dat ik een, een prima toernooi gespeeld heb. Uh, over drie weken heb ik gewoon weer een toernooi ervan en ik hoop gewoon dat ik het daar nog beter ga doen en ik verwacht het ook gewoon van mezelf. En ging je ook met bepaalde verwachtingen naartoe doen of, uh, of ging je er gewoon zorgeloos heen? Um... Ja, je liegt als je zegt niet natuurlijk. Maar ik, ik had wel een bepaalde verwachting dat ik gewoon wel wat wil gaan halen. Ik wil gewoon minimaal eigenlijk uh, wel minimaal drie rondjes winnen bijvoorbeeld. Ik wou niet met lege handen weer naar huis gaan. En merkte je ook dat, je, dat andere mensen juist wat van jou verwachten omdat je er zo van bent? Nee, ik was vooral mezelf eigenlijk daar. Ik heb niet echt heel veel contact gehad met de rest uh, en dat probeerde ik ook expres te vermijden daarvan. Omdat ik wist dat het misschien mezelf ging afleiden. En, uh, ik denk dat ik wel goed gedaan heb om dat uh, te vermijden. En dat is ook wel gelukt. Ja, je vader is misschien nog vijf of tien jaar actief op het circuit. Droom je ervan om ooit het stokje van hem over te nemen of heb je die ambitie niet? Uh, heb ik over nagedacht? Ik, ik denk uiteindelijk wel ja. Uh, het is iets wat ik wel graag zou willen natuurlijk. Alleen ja, je moet ook gewoon realistisch denken. Ik bedoel, uh, wat hij gedaan heeft is denk ik iets wat niet heel veel mensen ooit zullen overtreffen. En dan heeft hij misschien niet heel veel gewonnen, maar hij heeft wel genoeg uh, neergezet wat heel moeilijk te overtreffen is. Hij, hij is al dertig jaar in uh, de top van Nederland. En je ziet spelers komen en gaan. En ik denk om dat uh, te overtreffen, dat is heel lastig. Maar ik ga zeker mijn best doen. Trainen jullie ook vaak samen? Nooit, echt nooit. Nee, dus, hij uh, uh, kan je ook nooit tips geven of zo? Van dit kan je misschien beter doen? Of, uh... of, ja, in, in, in die zin zeker wel. Hij uh, kijkt wel echt met mij mee bijvoorbeeld uh, naar dingen. Maar uh, echt samen gooien doen we nooit. Maar als hij meekijkt, is het dan allemaal een beetje een relaxe sfeer? Of probeert hij echt wel kritisch naar jou te kijken dan? ja, het is wel kritisch en dat uh, wil ik ook graag dat je dat doet. Ik wil niet dat hij gewoon zegt van, oh, het ziet er goed uit, het is prima, zo. Hij moet wel echt inhoudelijke informatie aan me geven dat ik echt wat mee kan. En Ga je dit jaar ook nog toernooi spelen? Ja, ik probeer alles af te gaan. Uh, als, als corona mee uh, helpt, dan uh, ga ik het zeker uh, proberen. Ja, alles af je dan uh, WDF of uh, PDC? Ja, echt alles. Gewoon PDC, WDF, uh, het WK ook gewoon proberen te plaatsen en dan kijk ik aan het einde van het jaar wel uh, wat ik ga doen. Ga je dan alleen heen of ga je vinsen mee of ga je met anderen? Uh, nee, ik denk dat hij. Uh, heeft natuurlijk gewoon zijn eigen PDC-toernooien. Um, dus ik ga met, uh, gewoon met, dat, uh, met vrienden. En uh, voor de rest uh, zie ik wel wie er mee wil. Ja. Is JeugdWK haalbaar of is dat nog te uh, hoog gegrepen voor je, denk je? Ligt eraan wat, ze, uh, ja, wat het kwalificatieschema ervoor is. Als ze weer zeggen, zoals uh, voorheen altijd, uh, top 64, dan is dat zeker gewoon mijn doel dit jaar en niks anders. Naar succes, uh, we gaan je proberen te volgen. Dank je wel.